Dit zou toch een gesminkte Michiel Romein kunnen zijn? Van Jiske Vecht. Dat het comedy is. Ja. Is toch ook niet de kant op die zit? Hij meent het echt, hè? Ja, maar dit werd helemaal niet geschopt, man. Nee. Die mensen... De Graafschap doet niemand kwaad. Nee, dat is gewoon een heel leuk ploegje. Nou, en dan kun je lekker voetballen daar, sinds Kraai daar niet meer speelt. Ja, lekker, man. Maar ik ben het totaal niet met jullie eens. Wat? De Graafschap speelt veel te bedeesd. De Graafschap heeft verreweg de minste kwaliteiten van alle ploegen in de Eredivisie. Mm-hmm. En ze proberen de eerste 7 wedstrijden mee te voetballen. Maar als jij in een Lada 100 meter rechtdoor moet tegen een Porsche, dan wacht je niet totdat die man met het vlaggetje gaat doen. Dan ga je eerst naar die man in die Porsche en die geef je in plaats van hand een poffert op zijn neus. En als die man met het vlaggetje doet, ga je niet rechtdoor met die Lada. Dan rij je aan de zijkant in. Dus jij zit te lachen. Het ging best lekker. Nee, maar Hansie, de eerste helft van de Graafschap was toch voor hun doen 110%? Nou, dat was toch voor hun doen echt... Beter konden ze niet, maar toch? De Graafschap moet gewoon... Als je veel minder kwaliteit hebt... Maar hij zit gewoon weer te lachen. Maar als je minder kwaliteit hebt... Zou je jouw vrouw zou je toch ook wel eens uitlachen, of niet, Hans? Nou, af en toe toch wel eens even. Dat zal ik morgen wel eens even vragen. Vertel.